Dit is de moeder van Moos. Netjes. En wat knap. Wat een schatje. Oh. Wat zit je mooi, zeg. Wow, dat was een grote stijger. Ik zie niet echt per se een blij paard hier, als ik eerlijk ben. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Hoefwijzer video waarin ik ga reageren op jullie ingezonden video's. Het is even geleden en in de laatste video ben ik een beetje boos geworden. Oh, ik merk echt dat ik zo pissig ben. En dan zijn er zoveel paardenliefhebbers die hebben geleerd dat je je paard maar er doorheen moet rammen. Als je die video hebt gezien, dan weet je waarom. Maar ik wil het toch nog heel even kort bespreken. Ik werd gewoon een beetje pissig en niet op jullie, maar gewoon op de paardenwereld in het algemeen. Dat het als normaal wordt gezien dat paarden bokken en staken en andere signalen geven die wij mensen misschien niet zo leuk vinden, maar die vaak bij een paard betekenen dat zij ook iets niet leuk vinden en misschien zelfs pijn ervaren. Dit is niet altijd, maar wel heel vaak. En daarom werd ik gewoon best wel even pissig, want ik zag ook wel wat video's voorbij komen waarin paarden pijnsignalen lieten zien. En daar werd gewoon niet, naar mijn idee, juist naar gehandeld in de video's. En dat is niet erg. Ik heb vroeger ook heel veel fouten gemaakt. Ik maak nog steeds fouten. Ik doe het ook niet perfect. Ik ben zelf ook geen instructrice, zeg ik ook altijd in elke video. Ik ben gewoon iemand zoals jullie. En we willen allemaal het beste voor de paarden, toch? En daarom heb ik voor deze video speciaal gevraagd of jullie naar mij positieve, leuke, blije video's konden sturen met dus ja, blije paarden erin. Dit heb ik via mijn Instagram gevraagd en volg me zeker op Instagram, want ik heb bijna de 100.000 volgers. Oh my god, alsjeblieft, ik wil dat dit jaar nog halen. Lijkt me heel cool. Volg me ook op TikTok, heb ik ook bijna 100.000 volgers. Toppie. En dan blijf je ook meteen op de hoogte wanneer ik zoiets vraag van hey jongens, stuur me alsjeblieft video's in. En ik heb dus deze keer specifiek gevraagd naar video's met blije paarden erin. En ik heb dus heel veel filmpjes binnengekregen en we gaan dus naar die video's kijken. Want ik wil deze video heel blij en positief houden. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat er filmpjes tussen zitten waarin toch wel wat stress- en pijnsignalen te zien zijn. En dan zal ik dat ook zeker gewoon eerlijk met jullie delen wanneer ik dat zie. Ik kan niet alles zien. Er zullen vast dingen zijn die ik mis. Maar ik hoop gewoon vooral heel veel positieve, leuke filmpjes voorbij te zien komen. Dus laten we gewoon beginnen. Oké, heel leuk feitje. Dit is de moeder van Moos. En ja, de eigenaresse heeft dus een filmpje van haar ingestuurd. Echt zo leuk. Ik heb nog helemaal geen filmpjes van haar gezien. Paard heet Annelies. Oh, was wel een kort filmpje. Maar wel heel leuk met neckrope. Het begint al goed, deze video. Maar ja, dit is dus de mama. Oh, wat leuk. Heel positief filmpje. Leuk, we gaan gauw door. Oeh, neckrope. Oh. Netjes. Dat zag er goed uit. Ja, dit paard ziet er wel blij uit. Hij doet het echt met twee vingers in zijn neus. Gaat hartstikke goed. Je zit ook heel netjes. Ah, een target stick. Voor degene die dat niet weten, wat dat is, wat ze vast heeft. Dat is dus een stok met vaak een balletje eraan of iets anders. En dan moet het paard dat aanraken. En als ze dat aanraken, krijgen ze iets leuks, iets lekkers. Of worden ze lekker gekriebeld. En je ziet het, hij loopt er naartoe en ja, hij raakt hem aan en dan krijgt hij iets lekkers. En ik heb dit mijn paarden ook geleerd. En dat is soms wel echt heel handig. Hartstikke leuk dat je hiermee bezig bent. En ga zo door. Ik ben benieuwd wat je hier nog verder uit kan halen. Oh, interessant. Leuk. Oh, oh wat goed zeg. Oh. Oh ja, hier word ik wel blij van. Leuk positief filmpje. Oh, leuk op een blok. Oh, en een voetje. Oh, ja, tadaa. Oh, leuk. Oh, wat knap zeg. Oh, wat komt hij lief naar je toe. En hij stopt op tijd, gelukkig. Oh, hier kijkt hij een beetje. Woe, wow, oké, ik hoop niet dat dat te dichtbij was. Maar volgens mij heb je dit allemaal aan dit paard geleerd. Ik ken dit account ook, dat staat erbij. Die volg ik volgens mij ook. Die doet echt wel gave dingen met de paarden. Dus superleuk filmpje. Ook met neckrope. En ik wilde even bij vermelden. Ik heb wel bij mijn post op Instagram gezegd van graag een positieve video insturen met neckrope, grondwerkelijke training, wat dan ook. Maar hoeft het niet per se als er maar een blij paard in voorbij komt. En ik vind het filmpje ook gewoon prima. Leuk zo met neckrope, zonder zadel. Super goed. Je blijft netjes zitten. Het is niet makkelijk om in balans te blijven. Nou, echt leuk filmpje ook. Oh jee, waar is de ruiter gebleven? Oh, die staat daar. Oh, wat leuk. Volgens mij is dit in parkeren op afstand. Je kan je paard dus leren
om letterlijk in te parkeren naast je opstapblok, zodat je zoals eigenlijk wat zij doet heel netjes zo kan opstappen. En nou lekker kriebelen, dat vindt hij ook heerlijk. Nou, ook echt een leuk filmpje. Oh. Oh, wat een knappe tinker. Oh, ik word helemaal gelukkig van deze video's. Wat een knappe tinker. Oh, het filmpje is helaas wel heel kort, maar ook heel leuk. Oh, dit is volgens mij een manegeles. Oh, ik vond het filmpje prima, maar het enige waar ik wel iets op aan te merken heb is dat ik in de achtergrond iets hoor waarvan ik denk, oh, oké. En dat is van, tik hem nog eens, tik hem nog eens, tik hem. Ja, ik kan het ook niet goed beoordelen, want ik hoor het alleen. Hè. Misschien was het voor een jambet en dan was het gewoon heel zachtjes, tik hem nog eens, tik hem nog eens. En dan, oh, moet hij de benen omhoog doen, ik weet het niet, maar... Ah, ja, heel knap. Heel knap. Oh, leuk. Ja, dit had ik ook in mijn mail voorbij zien komen. Volgens mij is haar paard dus aan het leren om met neckrope te rijden. En dit is eigenlijk heel goed wat ze doet. Lange teugel met hoofdstel, dat is het paard gewend. En mocht het paard niet reageren op de neckrope, kan je dat er altijd nog bij pakken. En verder stuur je dan zo met de neckrope om paard aan te laten wennen. En natuurlijk stuur je ook met je lichaam en benen. En gewoon, ziet er prima uit. Ga zo door. Ah, oh, wat een schatje. Flame is zo'n leuk kunstje. Oh. Lief. Even tussendoor iets. Ik moet reclame maken voor de Hoefwijzerclub. En dat gaan jullie wel helemaal leuk vinden. Want ik maak ook dit soort reactievideo's in de Hoefwijzerclub. Maar dan op de clubleden alleen. En dan heb je eigenlijk 100% kans dat je langskomt in zo'n video als je een filmpje instuurt. Dus wil je nou 100% zeker weten dat jij langskomt in een video waarin ik dus op jouw filmpje reageer? Word dan lid van de club. Dat kan al vanaf 4 euro per maand. En ik moet even met jullie delen dat binnenkort op 22 oktober we een speciale fanclubdag hebben bij mij op stal. Daar kan je nog voor aanmelden, maar dan moet je wel fanclub lid zijn voor een jaar. En dat kost 70 euro. Dan denk je misschien, oh, dat is wel veel geld. Maar een normale hoefwijzerdag kost 65 euro. En dan krijg je gewoon alleen een hoefwijzerdag. Maar als jij fanclub lid wordt, dan mag je dus gratis naar een hoefwijzerdag. Dus naar die van 22 oktober. En dan krijg je nog het hele jaar door superveel extra's, extra content. Je maakt automatisch kans op hoefwijzerproducten. Ja, eigenlijk iedere maandag heb ik wel een podcast of een leuke video. Heel veel leuke updates krijg je. Je krijgt zoveel. Het is bijna zonde dat je dan alleen voor de Hoefwijzerdag gaat. Dus kijk ook zeker even op petjeaf.com/hoefwijzer. Daar kan je lid worden. En word gewoon fanclub lid. Dan mag je dus ook naar de fanclubdag komen op 22 oktober. Wees op tijd erbij en word lid. En daar leg ik dan ook alles uit over de fanclubdag. Nou, dit was wel leuk, hè, dat ik dit even deelde met jullie. Oh, is het nou tuigloos? Ze heeft wel natuurlijk een zweep en een berberpet, maar... Volgens mij is er helemaal niks rond het hoofd of rond de hals. Paard loopt lekker ontspannen. Je zit netjes. Leuke video. Ik wil wel graag meer hiervan zien. Oh, wat een knap paard, zeg. Ook weer een mooie aftekening. Knap, ja, voetje. En een voorbeloning, heel goed. Soms zeggen mensen, ja, ik wil niet dat mijn paard ervoor het voer doet. Maar een paard mag best wel iets positiefs halen uit de training, toch? Zij mogen ook er wel iets voor krijgen. Oh, leuk in de wei spelen. Ja, wat knap. Heel goed. Ook weer een knappe tinker. Ik weet niet wat ik tegenwoordig met tinkers heb, hè. Ik vond tinkers vroeger helemaal niks, maar tegenwoordig vind ik ze super knap. Oh, wat een leukerd ook. Oh, en ook leuk hoe jij zo... Zo ben ik ook. Dat werkt ook zo goed als je zelf misschien die stap naar voorbeloning niet wil of kan maken. Want het kan ook zijn dat je op een manege rijdt, dus niet je eigen paard hebt. Of een verzorgd paard hebt, waarbij je geen voorbeloning mag gebruiken. Stembeloning werkt ook heel goed. Paard is enthousiast, trainster is enthousiast. Ik hou ervan. Ik word zo blij van al deze leuke filmpjes. Wat ik opmerk aan het filmpje zijn een paar dingen. De pony komt aangelopen en hij zit al een beetje zo te knarsen. Dat hoeft niet per se iets te zijn, maar dat kan wel een stress- of pijnsignaal zijn. Een paard hoort eigenlijk niet zo te knarsen. Dus eigenlijk had ik bij het begin al een beetje van, oh, gaat het wel oké met het paard? Ook omdat die oren een beetje zo naar achter staan. Ik kan het niet goed zien, maar de ogen lijken op iets... Kijk, hij gewoon niet zo heel blij te staan. En hij doet het heel braaf met stijgeren. Maar ik zie hem daarna ook niet echt voldaan kijken of zo.
Ik denk een beetje van, ja, zien jullie het ook? Laat het me even weten in de comments wat jullie ervan vinden. Maar ja, het is heel knap wat hij doet, maar ik zie niet echt per se een blij paard hier, als ik eerlijk ben. Oh, wat een coole brug zeg. En wat knap. Ja, leuk. Echt superleuk zo dat hij dat in vrijheid doet. Ja, oh, hij springt wel netjes. Ja, ik vind het leuk dat je zo met stem beloont. Dat hij die hindernis doet hij goed en dan ja! Goed zo. Oh, die is wel heel blij om je te zien. En er komt de ander ook mee, lief. Nou, wat een schatje. Echt leuk. Ik ga er wel meteen nog iets bij zeggen, want deze video is best wel positief. Maar, en met dit filmpje is helemaal niks mis. Maar het kan negatief zijn als jouw paard naar jou hinnikt en naar je toe komt gerend in de wei. En dan denk je, huh? Hoezo nou? Dit is toch super schattig, super leuk. Ik zie ook niks mis met dit filmpje. Maar het kan zijn dat als een paard niet zoveel te doen heeft in zijn paddock of wei, en dat hij zich eigenlijk een beetje verveelt. En dat als hij jou ziet, dat hij denkt, oh, eindelijk, oh, ze komen hier weghalen. Eindelijk gaan we wat doen, ik verveel me hier zo erg of ik vind het hier vervelend. Oh, dan kunnen ze een beetje op die manier blij reageren, als jullie snappen wat ik bedoel. Dus je moet altijd ervoor zorgen dat je paard wat te doen heeft buiten in de paddock of in de wei. Zodat ze het daar ook leuk vinden, naar hun zin hebben, dat ze daar met andere fijne paarden staan. Maar dat je liever hebt dat ze jou zien en denken, oh hey, daar ben je weer. Oh, hoe gaat het? Oh, ik kom gezellig naar je toe. Ik heb wel lekker gespeeld met mijn vriendjes. Ik heb wel lekker gechilled. Er zit een verschil tussen, zoals jullie merken. Maar ik zeg niet dat het bij dit filmpje is hoor. Maar ik zeg er toch even bij, gewoon ter informatie. Deze probeert de zweep af te pakken. Oh, wat een knappe Jean-Bet. Oh, deze is ook echt super enthousiast. Dat zie je gewoon meteen. Wat leuk. Oh, oké. Okay. Oh. Oké, okay, dit hele jonge paardje denkt, woe, ik ga naar de boom om even daarvan te eten. Volgens mij een appelboom ook. Wat een knap zeggen. Wat een slim paard. Ik wil echt meer van dit soort filmpjes. Jonge paarden, veulens en zo, die doen echt de leukste dingen. Oh ja, dit filmpje. Die had ik eerst via Instagram doorgestuurd gekregen. En ik had dus in mijn aankondiging gevraagd of jullie vooral positieve video's konden sturen waarin je blije paarden ziet. En ook bij dit paard heb ik zoiets van, ik zou deze niet per se blij noemen. Want terwijl die galoppeert vind ik dat hij best wel zijn rug wegdrukt, zijn hoofd heel hoog houdt, niet zo blij kijkt, oren een beetje naar achteren, de ogen een beetje. En misschien zijn jullie wel bekend met de pain face van een horse. Een soort van gestrest gezicht wat paarden kunnen hebben. En ik wil niet zeggen dat dit paard dat precies heeft. Maar het lijkt me toch wel leerzaam om dat met jullie te delen. Als een paard zo'n soort gezicht heeft. Dus dat weet je, zo'n driehoekje zo boven de ogen staat. En hij heeft een wat strakke blik. Grote neusgaten. Een beetje een persmondje. Gewoon niet een ontspannen hanglipje of zo. Dan kan het zijn dat een paard dus stress of pijn ervaart. Helaas zie je dit gewoon best wel vaak voorbij komen. En heel veel mensen weten hier gewoon nog niet van. Dat je op die manier kan zien of je paard pijn en stress ervaart. Ik moet er wel bij zeggen, als je paard één van die dingen eventjes heeft, betekent niet meteen dat alarmbellen af moeten gaan. En dat een paard meteen pijn en stress ervaart. Maar toch zou ik zeker pijn en stress signalen van paarden goed in de gaten houden. En ik zal daar nog even een paar opnoemen, maar het is een hele waslijst. Wacht eventjes. Hier komt de waslijst met dingen die pijn- en stresssignalen kunnen zijn. Gapen, hoofdschudden, strakke kauwspieren, smalle opgetrokken neusgaten, glazige blik, zanig geknepen kin en strakke lippen, kreupelheid, stijfheid, struikelen, bokken met rijden of na een sprong, oncomfortabel zijn tijdens het borstelen, aansingelen, opzadelen, vaker uitrekken, meer liggen dan normaal, frequent gaan liggen en opstaan zonder te rollen, overgevoelig bij aanraken, staart zwiepen, knijpen met de staart, schoppen naar achteren of opzij, gewicht verplaatsen naar links of rechts, stampen en schrapen zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is, in ruststand staan, de voorbenen niet recht onder het lichaam, tanden knarsen, kreunen, grommen, steunen, herhaald zuchten, algemene boosheid, onwilligheid om het normale werk te doen, verzet, vluchtgedrag in het werk, rusteloosheid en platleggen van de oren of de oren laten hangen, waarbij de tussenstand of de afstand tussen de oren toeneemt. Dat zijn ze, maar hè, er zitten dingen tussen die niet per se stress of pijn hoeven te zijn, zoals bijvoorbeeld gapen. Dat kan ook zijn als een paard juist ontspannen is, dingen loslaat en zo, maar het kan ook een pijnsignaal zijn. Het leven is niet zwart-wit, dat jullie dat weten, maar het leek me toch interessant om dit met jullie te delen. Ja, flamen leuk. En een kusje. Ja, leuk. Ja, lief.
is het nou ook met neckrope? Nogmaals, ik wil niet zeggen dat alle filmpjes met neckrope goed zijn. En dat als je met neckrope rijdt, je alleen maar een blij paard hebt. Het komt nu wel een beetje zo over misschien in de video. Dat er zoveel neckrope filmpjes zijn. Ik had ook wel een soort van daar gevraagd in mijn Instagram story. Maar eigenlijk was het gewoon... Ik wil gewoon blije paarden zien. Dus ook als het met bit of zadel is. Of voor de wagen of voor de car. Wat dan ook met longeren. Ik vind het er ook gewoon ontspannen uitzien met deze fjord. Heel leuk. Ja. Oh ja, ook heel leuk. Je ziet ook heel veel grondwerkfilmpjes. Maar ik denk dat dit ook zeker zorgt... Wow, dat was een grote steiger. Knap. Mooi op afstand. Veiligheid. Maar ik denk dat grondwerk doen zeker bijdraagt aan een betere band krijgen met je paard. En ook een blijer paard krijgen daardoor. Hoe beter de band, hoe blijer het paard. Zo zou het wel moeten zijn volgens mij. Oh, deze ziet er ook al blij uit. Oh, ook een schatje. Wat een schatje. Oh. Oh, wat een leukert. En oh, dan gaat hij weer. En net bokte hij, hè? Of zij. En dat is dan echt vanuit lolligheid, lijkt het. Kijk het dan gaan. Zeker omdat er ook andere paarden in de buurt zijn, denk ik niet dat dit uit stress is of zo. Maar dat, zie je, het leven is niet zwart-wit als een... Oh, oh, die ging bijna over de hond of kat heen. Maar ik bedoel maar, bokken kan dus ook een stress- en pijnsignaal zijn, maar hoeft niet per se. Dit is gewoon een superblij paard. Oh, ook lekker een ontspannen beeld. Wat zit je mooi, zeg. Ik vind wel een mooie houding, mooie handen zo naar voren. Ik vind het ook wel een heel positief beeld. Leuk. Oh, is dit weer een inparkeerfilmpje? Ik vind het zo knap als mensen dit kunnen. Ik probeer het Mozo heel lang aan te leren, maar... kijk hoe knap. Oh, wat leuk. Ja, en dan kan je ze opstappen. Hoe handig is dit als je dit je paard aanleert? Echt super knap. Ja, leuk, de Spaanse pas. Doet hij knap. Hij is enthousiast. Heel enthousiast. Leuk. Dat wil je gewoon. Je wilt dat een paard enthousiast met jou meewerkt. Dat hij het leuk vindt om met jou te werken, toch? En ik heb wel echt heel veel enthousiaste paarden gezien in deze video. Ja, dit hoort natuurlijk ook wel bij als je een filmpje wil hebben van een blij paard. Eentje die lekker aan het rollenbol is. Oh, ik ben zo blij, jongens. De volgende keer wil ik weer meer blije filmpjes. Dat is toch superleuk? Er mogen ook wel bloopers tussen, hoor. Maar gewoon filmpjes waar je blij van wordt. Ja. Oh, ook lekker spelen met je paard. Oh, oh, daar gaat iets... Je wordt helemaal meegetrokken. Oh, lekker rondrennen. Maar vinden ze het leuk? Ja, ze maken echt bij een spelletje van. Wee! Volgens mij hoeven jullie daar in het midden niet veel te doen. Kijk, ze gaan helemaal racen. Oh, die ene ging altijd door. Echt heel slim. Een springfilmpje. Ik hoop niet dat dit een blooper is. Nee, gaat heel netjes. Paard lijkt het ook super makkelijk te doen. Heel goed. Dan had ik ook nog dit filmpje gekregen van Amber. Haar paard moest dus een soort van medicijn krijgen. En dat smaakt echt heel erg vies. Dus wat ze heeft geleerd is dat als een paard deze spuit aanraakt, dat hij wat lekkers krijgt. En volgens mij had ze er eerst in plaats van medicijn had ze ook iets van water of appelmoes, iets lekkers in gedaan. Zodat het paard eerst een positieve ervaring heeft met de spuit. En dat hij dus zelf aangeeft van, oh ja, ik wil hem wel bij mijn mond. Door het gewoon zo aan te leren, krijgen ze er wel een positieve ervaring mee. En werken ze ook graag mee. Dus ik vind het ook echt wel een goed voorbeeldfilmpje. En dit kan je dus ook gewoon bij een wormenkuur aanleren. Ja, dat waren dan de positieve filmpjes met de blije paarden. Ik heb natuurlijk hier en daar ben ik wel wat streng geweest. En ben ik wat serieuzer geweest. En wilde ik jullie ook gewoon graag wat bijbrengen. Maar er waren echt vet veel leuke filmpjes. Ik ben echt zo blij dat er zoveel blije en speelse en enthousiaste paarden voorbij kwamen. Als je mij volgt op Instagram zou ik nog wel eens een keer laten weten wanneer ik zo'n video ga opnemen en dus weer filmpjes nodig heb van jullie. Dus volg me zeker op Instagram. En dan wil ik jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat dus in de comments weten welke video's jullie leuk vonden. En wat jullie van mijn soms strenge, maar ik hoop wel een beetje terechte commentaar vonden. En wat jullie van mijn tips vonden. En van de informatie die ik jullie heb gegeven. Ik hoop dat jullie weer wat van hebben geleerd. En nou, ja, bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van alle video's. Het is helemaal gratis. En dan tot de volgende keer. Doei doei!